zeg dubbel excuses dan. Nou, even knip. Ik ben nu voor. Ja, niet voor de take. Nee, maar ik bedoel gaan meer. Nou, gaan we met de editie te bemoeien? Ja. Ja. Ja, ik ga overal over tegenwoordig. Nee. Meneer Koolmees, van de NS hè, tegenwoordig, weg uit dat rot Den Haag. En dan dacht u van, nou ja, lekker een beetje in de schaduw kunnen besturen. Nou, u bent nog niet een paar weken bezig of u staat al de excuses te maken. Hè? En een hoop geld te betalen eigenlijk. Ja. Dat is geen lekker begin. Nee, ja, het is geen lekker begin. Het is ook geen fijne regeling. Je ziet dat er heel wat mensen bij de NS hebben gewerkt tussen 1970 en 2020. Ja. Die te maken hebben gehad met Chrome 6. Ja, en die daar ziek van zijn geworden. Ja, precies. En dan vind ik ook als grote werkgever dat je ook wel een verantwoordelijkheid hebt. En vandaar dat we onze excuses hebben aangeboden. Ja, en al eerder ook wel had, hè? Die verantwoordelijkheid. Want zeker. Die heb je dan nu, maar die had u eigenlijk al die jaren al als NS. Zeker. En eigenlijk u ook, want u was de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dus ja. U ging er al over eigenlijk, hè? Ja, klopt. Dus zeg, dubbel excuses dan. Nou, even knip. Ik ben nu voor. Ja, niet voor de take. Nee, maar ik bedoel gaan meer. We nou, gaan we met de editie te bemoeien? Ja. Ja. Ja, ik ga overal over tegenwoordig. Nee, ik wil even onderscheid. Dus ik ben nu de baas van de NS. Ja. En als raad van bestuur van de NS hebben we excuses aangeboden aan onze collega's en oud-collega's. Die in de periode 1970 tot eigenlijk rond de eeuwwisseling echt geconfronteerd zijn met Chrome 6 en daarvoor ook ziek zijn geworden. Ja. Als minister heb ik ook een verantwoordelijkheid gehad in de vorige periode. Dat voelt een beetje vreemd om daar nu op in te gaan, maar ik begrijp wel de vraag. Maar toen hebben we ook als kabinet en het vorige kabinet hebben we 50 miljoen euro extra uitgetrokken om de arbeidsinspectie te verstevigen. Juist op gezond en veilig werken en op eerlijk werken. Ja. Juist omdat we zagen dat er te weinig werd gecontroleerd op de werkvloer naar gevaarlijke stoffen en dat soort zaken. Ja, want ik kan me herinneren, de allereerste hofbar van dit programma maakten wij over Chrome 6 en het ging dan over defensie. Ja, dan kon je het dus al weten. En ik begrijp dan maar niet dat dan al die jaren toch doorgegaan is, nu dus ook bij de NS. Nou, eigenlijk weten we dit sinds 2000. Eigenlijk wisten we het al langer, laten we eerlijk zijn. We wisten het al langer. Ja. Al in de jaren 90 was bekend dat Chrome 6 een giftige stof was. Maar wat gaat er dan mis? Nou ja, toen is er wel instructie gegeven om nieuw verf op treinen niet meer met Chrome 6 te gebruiken. Dat is op zich goed gegaan. Alleen wat men toen niet heeft gezien is als je gaat schuren en gaat slijpen, dat dan die stof vrijkomt van die oude verflagen, waardoor mensen het toch gaan inademen. Maar het is toch oliedom? Dat is niet eens onzorgvuldig. Nee, daarom heb ik ook mijn excuses aangeboden als NS. Dat had gewoon veel beter gemoeten in die tijd. Nee, en hier zit wel een beetje een probleem voor mij. Dat is dan mijn kritiek ook. Dat dan op het moment dat dan naar zo'n RIVM en een rapport gaan, dan ligt het op uw bureau. Dan wordt er ineens, oh jongens, is slecht voor ons bedrijf en we moeten er wat mee. Ja. Terwijl al die jaren laat je als bedrijf gewoon, zowel Defensie als NS, en wie weet wat voor bedrijven nog meer, Schiphol, ultrafijnstof, laten het gewoon eigenlijk sukkelen. En laten het gewoon gaan en spelen eigenlijk met gezondheid van mensen. Even, ik begrijp de vraag. Ik vind het niet helemaal eerlijk. Want kijk, in 2014, toen bij Defensie de eerste echt noodkreten naar boven kwamen op Chrome 6, zijn natuurlijk veel bedrijven hebben gedacht, shit, is dat bij ons ook zo het geval? Dus sinds die periode zijn ook echt wel de arbeidsomstandigheden fors verbeterd. Hè? We hebben fors geïnvesteerd in betere afzuiginstallaties, betere beschermingsmiddelen. Maar blijkbaar dus niet genoeg. En dan speel je dus met de gezondheid van die mensen. Hecht eraan te benadrukken, dus sinds 2020 ongeveer, sinds wij een nieuw onderzoek hebben laten doen naar de huidige omstandigheden, is het risico verwaarloosbaar tot laag. U gaat natuurlijk niet over uw graf regeren, hè, maar zie het dan maar eventjes als een advies aan een goede collega. Hoe moet Den Haag dit dan nu gaan doen? Want Schiphol is dus de volgende. Hè? Daar hebben ze last van ultrafijnstof, een taxi in de vliegtuigen. Ja, ja en dan spreek ik de minister aan en dan is het van ja, nee, het is een onderzoek en dan gaan we naar kijken en we gaan naar de cijfers kijken. De grenswaarden zijn nog niet eens bepaald. En dan staan wij hier nu te hebben over NS, waar dat jarenlang fout gegaan is. Defensie, waar het jarenlang fout gegaan is. En dan wordt er hier weer doodleuk gezegd, ja, we gaan onderzoekjes doen. En we weten het gewoon. We weten dat het gewoon ellende is. Ja, even knip voor mezelf weer. Niet voor jullie, maar voor mezelf weer. Je moet wel weten waar het over gaat. Je moet wel, wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat zijn gevaarlijke waarden? Ja. Maar breed gezien hebben van werkgevers een verantwoordelijkheid om hun medewerkers te beschermen tegen dit soort gevaarlijke stoffen. Ja, maar blijkbaar doen ze dat dus niet. En dan moet je dan dus ingrijpen als Den Haag. Precies, maar dat is mijn tweede stap. Maar dat is mijn tweede stap. Niet steeds daarna. Nee, maar op zich ben ik daarmee eens.
De realiteit is natuurlijk wel vaak dat we, helaas, zeg ik erbij, vaak achteraf constateren dat er vervelende stoffen zitten in materialen. Nee, nee, maar dat is waar, maar we weten van die ultrafijnstoffen, we weten het gewoon. Ja. Wat daar op Schiphol, ja. Het is maar een voorbeeld, hè. En zo zullen er nog veel meer bedrijven zijn waarvan we gewoon weten dat het ellende is. Ja. En dan hebben we toch altijd nog het voorzorgsmaatregel. Zeker. En daarom is het ook extra belangrijk dat je als werkgever ook toeziet op die werkplaatsen. Nee, als Den Haag op de werkplaats. Ja, eerst moet de werkgever. Ik vind eerst dat verantwoordelijkheid bij de werkgever. Ja, dat is, maar dat gebeurt dus niet. Dan wacht even. De werkgever is verantwoordelijk voor dingen als afzuig, beschermingsmiddelen, goede stoffen. Ja. Als dat niet gebeurt, ben ik met u eens, heeft de arbeidsinspectie, heeft Den Haag een verantwoordelijkheid om die werkgevers aan te spreken, te beboeten en desnoods ook andere straffen te verzinnen om het af te kunnen dwingen.